De Nederlandse groothandel in bloemen en planten kent internationaal een zeer sterke positie. Maar voordat bloemen en planten zich uiteindelijk in de winkel bevinden, gaat er eerst een heel proces aan vooraf. Het proces van inkoop tot aan de verkoop begint bij natuurlijk altijd met de behoeften van de klant. Deze klantbehoeftes worden verzameld door verkoop via webshop en door het bellen met de klant. Deze inkoopbehoeftes of klantbehoeftes komen samen in de dealingroom. In de dealingroom wordt nauw samengewerkt tussen inkoop en verkoop. Belangrijk hierbij is dat de klant goed gerouteerd wordt door het brede en diepe assortiment wat er wordt gevoerd. De producten die zijn ingekocht bij de veiling komen binnen via de hangbaan. Vervolgens worden deze producten gecontroleerd op kwaliteit en op andere specificaties. Als producten oké bevonden zijn, kunnen de producten die zijn verkocht door naar de verdeelbaan. De verdeelbaan sorteert vervolgens de producten naar de juiste uitgang, waar de bestellingen worden verzameld en klaar worden gemaakt voor vertrek naar de klant. Fleuramets is als groothandelaar van bloemen, planten en accessoires de full-service partner voor de bloemist. Waar hebben bloemisten behoefte aan? De klantbehoefte die verandert. Bloemisten hebben steeds meer behoefte aan een totaaloplossing. Daar waar het vroeger alleen maar over product en prijs ging, is product en prijs nu een randvoorwaarde geworden. Klanten hebben steeds meer behoefte aan full-service. Dat betekent informatie, technologie en inspiratie. De klok die neemt in belangrijkheid af en de directe lijnen met kwekers die worden steeds sterker. Dit zorgt ervoor dat groothandelaren steeds nauwer moeten gaan samenwerken met kwekers. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en dit is erg belangrijk, want bij een teruglopende klok is het belangrijk dat je garantie van je product en beschikbaarheid en kwaliteit, dat je dat waarborgt. De bloemist heeft vele inkoopmogelijkheden. De drie belangrijkste zijn Cash & Carry, Tour en Webshop. Naar gelang de behoefte van de bloemist kiest hij een van deze drie mogelijkheden. Cash & Carry is de plek waar bloemisten komen om hun producten in te kopen. Je ziet dat de rol van de Cash & Carry sterk aan het veranderen is. Het wordt steeds meer de plek waar ook webshop orders verzameld worden. Er worden steeds meer logistieke diensten verricht. Natuurlijk kun je tegenwoordig niet meer zonder een goede webshop. Klanten kunnen in een webshop bloemen, planten en accessoires bij elkaar klikken in een korte tijd. Het voordeel hiervan is dat er een erg breed en diep assortiment ter beschikking is. Eigenlijk ligt de wereld aan je voeten. We zien dat er in de branche steeds meer behoefte is aan platformontwikkeling. Het voordeel van een platform is dat je naast verzamelen en verdelen ook kunt verbinden en vernieuwen. Naast het aanbieden van bloemen, planten en accessoires kan een toeleverancier ook complete concepten aanbieden. Het voordeel van het inkopen van een compleet concept is dat er al over alles is nagedacht en de klant wordt compleet ontzorgd. Wat ik zie is dat er aan de productiekant veel innovatie plaatsvindt en wat ik verwacht is dat er ook veel innovatie gaat plaatsvinden aan de afzetkant. Bloemisten moeten ook innoveren en meer inspelen op moment en evenement om zo de consument constant te blijven verrassen. Mijn tip aan andere ondernemers is, blijf altijd jezelf, doe waar je in gelooft, maar sta wel open voor alles wat er om je heen gebeurt.